Kijkers, dit is Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President zoekt oplossing met politiebon. Bedrijfsleven en regering praten over local content. Recreatieorde gesloten. En COVID-maatregelen voor komend weekend. President Chandrika Prasad Santokhi heeft tijdens een overleg met het bestuur van de Surinaamse Politiebond, SPB, de wensen en grieven van de bond aangehoord. De SPB had op donderdag 20 mei besloten naar het parlementsgebouw te lopen om daar haar eisen voor zaken die zij gedaan wilde hebben kracht bij te zetten. De bond is bij het parlementsgebouw ontvangen door vice-president Ronnie Brunswijk en DNA-voorzitter Marinus B., waarna er een gesprek met de president Santokhi volgde. Het staatshoofd heeft op zijn beurt hetgeen waarmee de bond zit aangehoord. Zo werd aan de president kenbaar gemaakt dat heel wat zaken niet zijn aangepakt. Een van de punten is de SZF-verzekering, waarbij er sprake moet zijn van algehele vrije medische voorzieningen. Ook de onderhandelingen over loonaanpassing, de bevorderingen, de opleidingen die niet van de grond komen, de aanschaf van uniformen en andere attributen kwamen aan de orde tijdens het onderhoud met de president. De politiebond wees verder ook op de onveilige en onhygiënische omstandigheden waaronder er gewerkt moet worden op de diverse politiebureaus. Zij heeft ook haar ongenoegen kenbaar gemaakt over de onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds, IMF, als ook de situatie met betrekking tot de wisselkoers. President Santokhi onderkende dat zaken wat betreft het korps zijn blijven hangen. De bureaucratie om in deze in orde te krijgen is daarbij een voorname uitdaging. Voor wat betreft de SZF-verzekering is de politieorganisatie aangegeven dat de mogelijkheden op dit stuk worden bekeken. De wensen en grieven van de politiebond genieten volgens het staatshoofd wel degelijk de aandacht van de regering. Het eerstvolgende onderhoud tussen president Santokhi en de SPB is voorzien voor zaterdag 29 mei. Daarnaast is overeengekomen dat er in de komende dagen in clusterverband 4 meetings worden gehouden. Op 12 uur bij de president. En dan moeten die dingen gedaan worden. Het gaat erom dat een paar van die beslissingen de president zou moeten nemen. Ja, dus vandaar dat er ook gebeld is door de VP. Dat de president een afspraak is gemaakt waardoor we straks naar de president gaan. U moet begrijpen dat het hier zin heeft om nu te vergaderen en om straks weer te vergaderen. Dus we gaan één keer vergaderen. SZF willen per vandaag uit SZF. Dus nu uit SZF. Ons loon willen gelijk vandaag iets erop. En volgende week starten met verdere onderhandelingen. Die bevorderingen van die eerste klas zullen we vandaag hooguit morgen hebben. Die resoluties van die officieren willen we ook hebben. Die opleidingen die moeten binnen 7 dagen starten. En over de gang naar IMF moeten we geconsulteerd worden. Er is wel een verzoek. Als u naar binnen komt, u weet wel ook protocollen. Geen wapen. Oké, prima. Uit hoeveel mensen bestaat? 7. Die hier zijn? 9. 9 man? Oké. Mag ik u ook
kunnen ze zeker van een vruchtbare vergadering spreken. Omdat alle zaken aangehaald vanuit de politiebond, denk ik, direct oplosbaar zijn. Of tenminste oplossingen in het verschiet zijn. De president heeft ook aangegeven dat we als overheid last hebben van enorme bureaucratische handelingen. Die maken dat sommige van de eisen later worden ingewilligd dan gewenst. Eén omstandigheid die er ook bij komt kijken is dat de overheid expliciet heeft gevraagd, of dat de president expliciet de opdracht heeft gegeven om te praten met alle bonden. En wat brengt de praktijk met zich mee? Dat sommige bonden niet geclusterd zijn in vakverenigingen, waardoor ze niet meegenomen zijn bij de besprekingen met betrekking tot onder andere de komende loonronde, maar ook zaken als het IMF. En ja, men zegt onbekend maakt vaak genoeg onbemind. Ik denk dat het nu duidelijk is dat er niet genoegzaam informatie bekend is bij deze bonden met betrekking tot de komst van het IMF en wat dat gaat betekenen, hoe dat zich vertaalt voor de manschappen. Maar met de presentaties die in het verschiet zijn gesteld, dan denken we dat ook die onduidelijkheid omgezet kan worden in duidelijkheid bij deze bonden. De afspraken zijn in groepen van 4 gemaakt. De president heeft gelijk heel erg slagvaardig 4 nieuwe meetings gepland. De eerste meeting die gaat over het SZF en met betrekking tot de zorgverzekering van de ambtenaren. De tweede meeting daarbij wordt er info gegeven met betrekking tot het herstelplan. De loononderhandelingen, daarover is er ook een aparte meeting. En daarnaast is er dan nog een meeting. U moet weten dat zaterdag, zondag, maandag en aanstaande dinsdag, dat al deze dagen gebruikt zullen worden om ervoor te zorgen, maar ook maandagavond, om ervoor te zorgen dat alle specifieke zaken en specifieke onderhandelingen zullen worden behandeld. Wat ik gelijk wil antameren, is dat de president de expliciete opdracht heeft gegeven dat deze vooropgestelde vooruitgangen niet alleen worden gedeeld met de politiebond, maar ook de douanebond, ook de bond van de ziekenverzorgsters, alle andere bonden die niet geclusterd zijn in vakverenigingen, dat ook wordt meegenomen, zodat ook de grieven van die groepen gelijk worden gehoord, maar ook ingespeeld wordt op de noden bij hun. Waarom ik vraag, omdat ze het hebben over dat er dinsdag al bevorderingen plaats zullen vinden? Jawel, er is afgesproken dat deze zaken die in sequenties moeten plaatsvinden, dat het eerste, dat direct wordt bekeken, de bevorderingen, omdat slechts een administratieve handeling is die gepleegd moet worden. En op basis van bureaucratie die handelingen even zijn blijven stilstaan, maar gelijk is ingegrepen, dus dat ligt in het verschiet om direct afgehandeld te worden. Keep in mind dat is afgesproken dat op 29 mei de politiebond weer in conclave is met de president om te kijken wat de vorderingen zijn. Om ervoor te zorgen dat er niet alleen keihard wordt gewerkt dit weekend, maar dat er ook wel zaken bereikt worden. Dus de politie gaat nu gewoon weer aan het werk? De politie gaat gewoon aan het werk. In principe had de politie vandaag een ALV. Die ALV is dus vandaag naar dinsdag. En dinsdag zal meegenomen worden de resultaten van zondag. Van vandaag, zondag, zaterdag en maandag, al die gesprekken die gevoerd zullen worden. En dan verwachten we dat we er middels dialoog wel uitkomen. Er was understanding, wederzijds begrip voor elkaar, ruimte opengelaten om in dialoog met elkaar te treden. En daarvan hebben we gretig gebruik kunnen maken. En dat je ziet dat er inderdaad issues zijn die schreeuwen naar oplossingen. Maar ik, om de woorden van de president te gebruiken, we komen altijd aan de onderhandelingstafel. En wederom is gebleken dat aan die onderhandelingstafel we alle problemen kunnen oplossen. Daarmee geef ik aan dat we ten aller tijde met elkaar moeten praten. En ik ben blij dat partijen daar open voor staan. Los van de maatschappelijke beroering die er is gekomen, is dit ook wel een signaal dat politiek geïnterpreteerd kan worden. Welk politiek signaal houdt u hieruit en welke politieke boodschap heeft u ook met betrekking tot deze acties? Ik wil me niet waken op het politiek veld, omdat ik altijd vanuit ga van zuivere bedoelingen, hoezeer ik ook andere signalen opvang. Maar ik zeg, het moment dat partijen openstaan om met elkaar te praten, dan zeg ik dat die bedoelingen zuiver zijn. Ja? Er zijn een aantal zaken
naar voren gebracht. En een stukje eerlijkheid is ook tentoongesteld om aan te geven van luister, je hebt zaken die vanaf 1982 spelen. Ja, dus het is niet iets van onder deze regering. Ja, er is, en kijk, de president is iemand die komt uit die politieorganisatie. De minister van Justitie en Politie. Dus het zijn dingen die bekend zijn bij hun. Maar ik vind het groot van hun om te zeggen van luister, het zijn dingen die heel lang terugspelen, maar we gaan ze nu oplossen. En op grond daarvan hebben ze wat technische commissies in het leven geroepen om met de politiebond aan tafel te zitten, zodat ze die dingen door kunnen bespreken en komen tot oplossingen. Als ik ervan uitga dat de meeting met de president op 29 mei weer gaat plaatsvinden, dan betekent het dat men ongeveer een week heeft om al deze problemen te kunnen oplossen. Ja? Dus dat is gedurfd om zo te stellen dat de vele problemen waarmee het korps te kampen heeft, dat ze binnen een week met werkbare voorstellen kunnen komen, zodat de regering, zoals de president dat heeft verwoord, kan oplossen. Behalve de politiebond, waarin er nog andere bonden vertegenwoordigd, welke boodschap heeft u als voorzitter van DNA, uiteindelijk zullen niet van de 10 petities die bij u worden aangeboden, u bent eerst onder gelijke van de volksvertegenwoordiger, welke boodschap heeft u naar het volk wanneer het gaat om hun misnoegen of zaken waarvan zij denken dat ze die toch wel moeten aantameren of die verbetering vereisen? Dus kijk, we hebben na de politiebond, de brandweerbond, een deel van de brandweerbond, ontvangen, ook een bond onder leiding van meneer Edam. Dat gaat meer over volksgezondheid. En we hebben ze ook aangehoord. We hebben ook lijnen uitgezet naar vaste commissies van ons. Bijvoorbeeld met die bond van meneer Edam gaat een commissie onder leiding van de vicevoorzitter, die ook arts is, verder gesprekken voeren met ze. Maar ik denk dat met de benadering van de president, want die opdracht heeft hij ook gegeven, kijk, zeker 9 maanden is er goed contact onderhouden met die verschillende bonden. Maar die bonden die vertegenwoordigd zijn in die vakcentrales. Dus nu zegt de president, die opdracht is gegeven, om ook met strategische bonden daarbuiten te praten. Ja, want het leek alsof die bonden eruit zijn gelaten. Dus nu gaat men al praten met de politiebond, de douanebond, de brandweerbond, luchthaven, waardoor er breder draagvlak wordt gecreëerd. Dus ik denk dat na deze ronde we dat van individuele bonden niet meer gaan hebben. Dank u wel. Is er nog iets dat u zou willen toevoegen? Ja. Kijk, we begrijpen de mensen hun gevoelens. Er is een crisis. Deze regering heeft het land in een crisissituatie overgenomen. Maar wat verergeren met die COVID-crisis? Dus ik roep op, en trouwens, ik heb het altijd gezegd, bonden zijn voor mij geen tegenstanders. We zijn ontwikkelingspartner, want het gaat om het land Suriname. Dus wat ik wil oproepen, laten we met elkaar praten, want die uitdagingen zijn groot, maar door met elkaar te zitten en te praten, gaan we in staat zijn de problemen waarmee het land te kampen heeft, zeker oplossen. En dat is niet iets van jij en ik alleen, maar iets van ons allemaal. Geduld, ja, de regering staat open voor dialoog, dat heb ik gemerkt, want de reactie van de president, de vicepresident en de minister van Justitie was binnen een uur kunnen we zitten. Dus dat betekent de regering staat er open voor. Maar ook de volksvertegenwoordiging. We zijn er ten aller tijde beschikbaar voor land en volk. Een coalitie van bedrijfslevenorganisaties heeft een onderhoud met de regering gehad
om dienstvisie te vernemen op het stuk van local content in samenwerking met multinationals. De ontmoeting vond plaats op donderdag 20 mei 2021 op het kabinet van de president. Wilgo Belkerdijk van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, ASFA, blikt ingenomen terug. Zowel het staatshoofd als de bewindslieden hebben middels presentaties hun inzichten gegeven op local content en de development finance. Partijen blijven met elkaar in overleg om beleid op dit stuk uit te zetten. U hoort Wilgo Belkerdijk. Nou, laat me het zo zeggen, we hebben de president een weekje terug geschreven om dus in feite die coalitie van bedrijfsleven organisaties, ik noem ze straks even, om ons uit te nodigen om te bespreken twee zaken. Eén is eigenlijk het local content beleid. En het is een veel geroepen de laatste tijd, overal hier en daar te pas en onpas, dat van local content. En het tweede was dus development financing, dus financiering voor ontwikkeling. En we hebben dus in principe heel snel, buiten verwachting om zelfs, snel die afspraak gedaan gekregen. We waren zelfs verrast dat er zo'n grote setting was van ministers die erbij zijn. Dus eigenlijk dat die interesse heeft ons wel gesterkt en we waren dus eigenlijk heel erg content met die ontmoeting. Inhoudelijk kan ik zeggen dat we dus ook nog heel erg content zijn met wat allemaal is gepresenteerd. We hebben een presentatie gedaan, de ministers hebben allemaal een eigen presentatie gedaan. En uiteindelijk is het de bedoeling dat we dus vanaf nu, eigenlijk op korte termijn weer bij elkaar komen, bilateraal, om een x-aantal zaken uit te werken. Waar het om gaat eigenlijk concreet is dat we dus eigenlijk van de overheid verlangen dat ze met betrekking tot local content wel die policy gaan formuleren. Voor de kijker is het van belang te weten dat die local content, zoals de naam het eigenlijk zegt, local content, lokale bijdrage, dat wordt geformuleerd en dat is in principe vanuit de regering, samen met het bedrijfsleven, een formulering komt voor ons. Want het is wel zo dat in overeenkomsten met de oliemaatschappijen en de goudmaatschappijen, die multinationals, om het maar zo te zeggen, dat er met hun wel een local content afspraak is, zijn gemaakt in verschillende overeenkomsten. Maar het is voornamelijk naar ons gevoel geformuleerd door die multinationals. Wat dus nu aan de orde is, dat we dus eigenlijk, en gelukkig staat de overheid daar helemaal open voor, dat de overheid een formulering doet. Wat je dan wel hebt, is dat in principe die formulering een afstemming is tussen de private en de public, dus de overheid en het bedrijfsleven. Maar het gaat niet kunnen ingrijpen in de bestaande overeenkomsten. Wat je wel wil hebben, is dat met basis van de bestaande overeenkomsten je wel kijkt van, maar hoe kan je het wel doen? Dus dat is de positie waar we zijn. Ik wil dus toch nog gaan naar het noemen van de bedrijven, organisaties, bedrijven, bedrijfslieve organisaties, niet bedrijven, bedrijfslieve organisaties, die hierbij betrokken zijn. Dus natuurlijk de ASFA, we hebben de SIATA erbij, we hebben de pluimveesector, VCWS hebben we erbij, we hebben de melkboerensector erbij, we hebben ACMOS erbij. We hebben overigens ook nog een arrangement met SSB, het standaardbureau, omdat voor ons wel van belang is dat we met die bedrijven die producten en diensten willen leveren, wel gaan voldoen aan een X-standaard. En daarvan dat het standaardbureau ook mee is gaan in direct. Zij waren vanavond niet hier, omdat dit gesprek met de regering eigenlijk meer beleidsmatig is en eigenlijk een beetje politiek getint kan zijn. En we willen dus eigenlijk die organisatie niet willen complimenteren, maar het eigenlijk een parastale organisatie is. Dus al bij al zeg ik van, we hebben dus zeker wel een goed gevoel bij de sessie van vandaag. De president en de ministers hebben toezeggingen gedaan, waar we ze op aan gaan binden natuurlijk. Maar het gevoel is goed. Dus eigenlijk hebben we dus ook nog nu in de making, en dat wordt gearrangeerd door de regering, om met staatsolie ook een onderhoud te hebben. We hadden dat al een beetje in beeld, maar dus nu gaat het formeel vanuit de regering gaan. En dat maakt het een stukje makkelijker. Dat zet die deur een beetje breder open. COVID moet je niet zien in dit kader. COVID gaat van belang zijn voor de hele economie.
Dus als je nou local content doet of gewoon ordinaire importen, COVID heeft eigenlijk de maatregelen waar we ons aan gaan moeten houden. De bedrijven zijn grotendeels hebben bedrijven inderdaad ook wel protocollen waar ze zich aan moeten houden. Maar waar het dus nu om gaat, zijn protocollen voor local content, voor alle duidelijkheid. Dus een local content heeft in feite voor ons is het van belang dat we met de beleidmakers die formulering gaan doen. Want dat wordt ook niet helemaal uitgekristalliseerd van hoe het zou kunnen. We hebben namelijk ook geen inzage gehad in de overeenkomsten, maar het is eigenlijk een agreement tussen de staat met die maatschappijen. En we hebben wel van hier en daar wat informatie, maar formeel beschikken we niet over die documentatie. Het is ook wel de bedoeling dat we dus nu juristen aan het werk gaan zetten en het gezamenlijk met de overheid om in principe uit te werken hoe we invulling kunnen geven aan local content policy. Op basis van de recente cijfers en daaraan gekoppelde adviezen heeft de regering besloten de COVID-19 maatregelen verder aan te passen. De aanpassing houdt in dat de recreatieoorden per heden gesloten zijn tot en met donderdag 3 juni. De controle op samenscholing bij hotels zal worden opgevoerd. Deze maatregelen hebben als doel te voorkomen dat grote groepen van mensen in beweging zijn en of onnodig in contact zijn met elkaar, daar dit een negatief effect heeft op het aantal COVID-19 besmettingen. De regering begrijpt dat alle maatregelen verstrekkende gevolgen hebben. Echter moeten deze steeds worden afgewogen tegen het algemeen belang van de volksgezondheid. Voor het komend weekende is er sprake van een lockdown. Het uitgaansverbod is van vrijdag 21 mei 2021 tot en met donderdag 3 juni 2021 ingesteld. Van vrijdag 21 mei van 6 uur in de avond tot en met maandag 24 mei 5 uur in de ochtend. Zaterdag 22 mei en zondag 23 mei is de zogenaamde full lockdown van kracht. Maandag 24 mei tot en met donderdag 27 mei, dagelijks van 6 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Vrijdag 28 mei, van 6 uur in de avond tot en met maandag 31 mei, 5 uur in de ochtend. Zaterdag 29 mei en zondag 30 mei is de zogenaamde full lockdown van kracht. Maandag 31 mei tot en met donderdag 3 juni, dagelijks van 6 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Blijft u de geldende regels in acht nemen. Dit in het belang van ons allen. Dit was Focus. Wees extra lief voor elkaar in deze uitdagende tijden. Goedenavond.